denk toch zeker wel 4 uit de 5 rondom de keuken. Wij zijn van Ron en de Keukens TV. We vragen ons af hoe de poppertjes hier zijn. We zijn net bij de Oesters geweest bij een goed. En zij willen graag weten hoe de poppertjes hier zijn. Hebben we een portie poppertjes voor Ron en de Keukens TV? Ja, lekker. Oké, dat op. Willen jullie er ook nog een likeurtje op? We hebben Hemel op Aarde. Dus wat jij aardig had. Wat hoort erbij? Wat jij aarde had. Maar deze is een typisch Amsterdamse likeurtje. Dus dat. Oké. Dat mag dan wel, hè? Dit wel. En ook een beetje wat erbij hoort. Fijne Jordaanse likeur. Ja, precies. Zelf? Ja, zeker. Kijk eens even. Bruine suiker eroverheen. En dat is om het nog even te filteren, die suiker of zo. Ja. Oh, wauw. Extra gouden tasje. En wat is dat? Boter. Dat dacht je. Boter. Ja. Dat kan je eruit. Wow! Ja. Oké, nou wil ik even een hap. Nou komt de test. Reactie. Hoeveel rollende keukens geef je hem? Oh, nu gaan we een beetje boter. Geef je hem 1 keukentje of 2 keukentjes? 3 misschien? Ja, lekker. Ik zal hem aanraden. Hoeveel rollende keukens geef je deze? Ik geef hem 3 uit de 4. 3 uit de 4 rollende keukentjes. Ja, ben je ook een beetje? Nou ja, bij deze jongens. We hebben de poffertjes klaar gehad. We gaan op naar de volgende. Check je op de volgende vlog. Ja, ik proef hem ook even. Twijfelachtig. Maar op zich, die likeur, dat maakt die poffertjes toch wel een stuk lekkerder dan dat ze al zijn, zeg maar. Ik vind het wel lekker, luister niet naar hem. Ik zeg, ik kom gewoon vooral hier naartoe, naar de tijd voor het poffertje. Mag ik jou vragen, heb jij hier net eten besteld? Kun jij je mening geven? Ja. Wat heb je besteld? Ik had een, even kijken hoor. Ik had een mac and cheese, een vegan mac and cheese. Het was een goede kaas, het was een verse pasta, goede pepers, lekker pittig. Ik ga echt wel voor een 8,5 man. En dat zeg ik echt niet zomaar, Nice man. Je moet altijd even blazen, hè, dat je niet je tong brandt. Dramatisch. Ja. Dat is kaas, hè? Ik denk toch zeker wel 4 uit de 5 rondom de keuken. Het is ui, tomaat en kaas gecombineerd. Met een overheerlijke pasta. Interview? Nee, maar bij Ben gewoon, hè? Beetje heet, hè? Het is niet zo drippy als je verwacht van kaas, maar... Jongens. Het is wel erg lekker. Ja, dat zeg ik. Maar... Ja, ik ga met je mee, man. 4 uit 5. 4 uit 5. 4 uit 5. Ik ben weer thuis. We zijn vergeten de outro op te nemen op Westgasterrein. Ja, kan gebeuren. Volgende keer beter. Anyway, rollende keukens, top. Poffertjes, ook top. 4 uit de 5 rollende keukens. Net zoals de mac and cheese en de kaasballetjes daar. Echt super lekker. Jammer dat we de IPA-test niet konden doen. Misschien mogen we dat de volgende keer doen. Anyway, wij hebben lekker gegeten. Ik hoop jullie ook. Tot de volgende keer bij Rollende Keukens TV. Later. Doei.